Welkom leden van Feyenoord. Vandaag bij een nieuw filmpje gebaseerd op revalidatie en herstel. Wat ga ik laten zien? Ik ga laten zien een squat waarbij je gaat zitten. Twee stabilisatieoefeningen en één mobilisatieoefening voor je heupen. In de stories ga je zien hoe ik ze uit ga voeren en hoe ze en de perfectiepunten waar je op moet letten. Yes? Tot dan! Oké, oefening 1 is de squat zoals ik al zei. Wat ga je doen? Je pakt bijvoorbeeld een stoel, een krukje, een gatje. Dan kan je zelf precies wat je wilt. Je zet achter je neer. Wat ga je doen? Je gaat eigenlijk simpelweg gewoon zitten en je staat erop. De basis van de squat. Zitten en je staat erop. Gaat dat goed? Probeer je te gaan zitten. Heel klein beetje aan te raken en weer omhoog te gaan. Zoals je ziet, ik ga langzaam naar beneden. En als je ziet omhoog. Dat is oefening 1. Oefening 2 is een one leg deadlift. Ga op één been leunen, zet alle spanning op één been, heup aanspannen, buik aanspannen. En je gaat naar beneden, rustig, tik de grond aan en weer terug. Probeer te voorkomen dat je met je lichaam gaat draaien. Ziet als volgt uit, dat je dit gaat doen. Probeer dat te voorkomen. Ik zal hem even laten zien, de andere kant. Dus recht naar beneden en recht omhoog. Oefening 2. Oké, oefening 3. Dus eigenlijk ga je weer op één been leunen. Zit spanning op je heupen, spanning op je buik. Tik aan de voorkant, naar de zijkant, naar de achterkant en terug. Voorkant, zijkant, achterkant terug. Wil je het moeilijker maken, doe je ogen dicht. Ga je zien, je hebt geen oriëntatie, je moet meer stabilisatie hebben. Zijkant, achterkant en terug. Dan ga ik bijna. Dat is oefening 3. Oefening 4 is de mobilisatieoefening voor je heupen. Hoe ga je zitten? Je gaat dus vol zitten. Alsof je gaat racen. In een startpositie. Van daaruit, zet de handen aan de binnenkant. Van daaruit doe je een achterste been naar die kant toe. Dus je gaat zo. Mobiliseer je deze heup meer. Blijf je even in zitten, 20 seconden. En dan ga je terug. En dan wissel je van kant. Ga je aan. Die, daar. Blijf zitten. En dat waren de 4 oefeningen. Ik hoop dat u daar profijt mee heeft. Dan zie ik u snel bij de volgende video. Tot kijk!